je bent als mens. En hoe je omgaat met tegenslag. En of je daar positief mee omgaat en wat je er eigenlijk mee doet. En wat je ook doet voor de mensen om je heen. Nou, Betty zei het net al, de jury heeft unaniem besloten voor een hele bijzondere vrouw. Die niet alleen heel erg mooi is van buiten, dat meen ik echt. Maar ook, ben ik altijd een beetje jaloers op haar. Maar ook van buiten, van binnen heel erg mooi is. Het is een stoerwijf. Vanaf haar 15e jaar vloog ze al de hele wereld over als model. Maar toen zij uiteindelijk haar grote liefde ontmoette, koos zij voor hem en stopte met het modellenwerk. Ze heeft daarna een zeer succesvolle carrière opgebouwd op tv en doet ongelooflijk veel om een bijdrage te leveren. Want de NANNIC Award gaat naar vrouwen die tegen de wind in op omhoog blijven staan. En het hart, en Betty zei het net al, ook op de juiste plaats hebben. Het zijn dus vaak geen carrière bitches. En deze vrouw is daar een heel mooi voorbeeld ook van, want zouden anderen misschien kiezen voor hun carrière? Zij koos ervoor om haar carrière even stop te zetten om voor haar moeder te zorgen, die ongeneeslijk ziek werd. En helemaal, en mijn twee lieve kinderen. En zij zijn mijn basis en mijn rust. En vanuit daaruit kan ik alles doen wat ik doe. En dat doe ik dan met een hoop passie en liefde. En dan hoop ik maar dat het aankomt. En als je dan... Dat ben jij, hè? Een terecht groot applaus. We hebben dit jaar ook nog iets bijzonders toegevoegd aan de award. Dit is hem, ik ga hem aan jou geven. En zoals je ziet... Als je een witte vlinder ziet, je hebt hem zelfs ook om je enkeltje, dan denk je aan je moeder. Dus dan is er vandaag speciaal voor jou er toch een klein beetje bij. Bye.